Het is vandaag precies 228 jaar geleden dat de Surinaamse verzetstrijder Boni om het leven is gebracht. In het kader daarvan heeft de Federatie voor Afrikaans Ranamang vanmiddag een bloemenhulde gebracht bij het standbeeld van Kwaku. Boni was de zoon van een weggelopen tot slaafgemaakte, die jarenlang een verbeten strijd voerde tegen de slavenhouders. Hij probeerde ook de verschillende groepen van weggelopen tot slaafgemaakten in het binnenland te verenigen. 20 februari 1793 werd Boni verraden en werd hij vermoord, zegt federatievoorzitter Iwan Weegaarde. Maar Boni is een biggie silly. Een biggie silly die een heel strafting periode in Grootabo is. Ik denk wel op zo'n biggie wan. En dat zo'n man op een presie eten in die Sernang, een boom presie, voor memmering, naar een biggie shing. Dat hij ook is die Katibo stop, onafhankelijkheid, ook is eigen bestuur, ook is zelfs onafhankelijkheid. En te know, in feite, die a biggie silly die ze not of interest. Maar zij dus, Boni nou biggie silly, die wan exemple die heel groot tabi kan taken. Boni ben de tegen discriminatie. Stichting Boni Grani van Nederland was ook vertegenwoordigd bij de bloemenhulde. Deze stichting streeft dezelfde doelen na als de Federatie voor Afrikaans Ranamang. Volgens voorzitter Patrice Jolieu van Boni Grani hebben de Nederlanders hetzelfde gedaan met koning Bandu II van Ghana. Deze is ook door verraad onthoofd. De man Lora man, en die man Lora man, Holland met dat jaar. De man Kota Edefa man. Maar die Boni, dat Gwek moto, nou af man is dat pa Ede dat der. Maar dief a koning voor vernederd blakasma de man pota EDDC naar Leidse Universiteit Medisch Centrum naar Leiden. En dat is een vernedering die de baka chief uno. Wie voor komite boni utaki nee une acceptering. En zodoende a regering Ghana bij actie toe. Uno fu baka cinta kino wo feta tori disi. En u feta tori ak jaar geleden wan bigi delegatie kona Nederland de koteka ede. Zami wan sorry mi a wan foto jafa ede. Dis na ede fu akonien bandu twee. Zademan poteng ni sterk water na Leidse Universiteit Medisch Centrum na Leiden. U zag daarnet Peter Richelieu, voorzitter van Boni Grani van Nederland. In het kader van de 228ste sterfdag van de verzetstrijder Boni is er een bloemenhulde gebracht bij het standbeeld van Kwaku.